Een hele frisse goede maandagmorgen en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Ik ben in de keuken van Pontecorvo en Reiger en zij zijn net vertrokken met vakantie naar Frankrijk. Ik ga helaas niet mee, mijn agenda zat gewoon volgeboekt, wat ik heel tof vind. Dus daarom dacht ik, weet je wat, laat mij me lekker op bipassen. En er zijn nog een paar andere dingen waarom ik thuis blijf. Ik heb over een uur mijn eerste rijles. Tjit! Oké, dat vind ik echt heel tof. Ik heb echt super veel plezier in het rijden. Maar dit rijden gaat me echt leuk af. En ik ben niet bang om iets langzaam te doen. Ik doe het liever langzaam en dan goed. Dan zo snel mogelijk en ik sla stappen over, snap je? Maar goed, ik heb dus een aantal simulatielessen gehad. En ik ben nu toe aan de auto. En de auto kom me zo meteen hier voor de deur ophalen. Dit vind ik echt heel spannend, wilde ik eigenlijk zeggen, maar vooral super leuk. Goed, ik ben nu aan het ontbijten. Heel slecht misschien wel, maar ik eet gewoon lekker Kellogg's en Krusli door elkaar in een bakkie. Dus ik ga dat even doen, dan ga ik even een soort van beetje fixen. Want ik heb hier echt iets gezelligs, jongen. Ik neem jullie gewoon vandaag mee door mijn dag. Straks heb ik namelijk weer een afspraak bij Delia en ik moet echt even met haar praten. Niet dat zij het niet goed doet, maar ik ben bang dat mijn huid gewoon niet zo goed tegen de producten kan. En dat heeft denk ik niks met de producten zelf te maken, maar puur met mijn huid. Waarom? Omdat de producten zelf zijn echt heel goed. En ik merkte in het begin dat ze echt heel goed aansloegen. Alleen bij mijn huid heb ik sinds een paar jaar helaas al ontdekt dat wat ik ook met mijn huid doe. Zeg vriendin. Oh, sorry, ik word even. Wat is er aan de hand? Moeten we ook even aandacht? Miauw. Hi poes. Nou, blijkbaar niet. Miauw. Ik moet dus even kijken wat we gaan doen en wat wijsheid is. Want misschien is het zelfs beter gewoon te stoppen met de producten die ik heb. Om te kijken wat er dan gebeurt. Of alleen een serum gebruiken of. Weet ik het. Dus straks daar ook meer over. Eerst eten en dan rijden. Goed, ik heb net Luca even geappt. En ik heb hem even laten weten dat ik zometeen mijn eerste rijles heb in de auto. Dus hij zegt, lekker man, denk je dat je me gaat inhalen? A niveau. Laatste vriend, sowieso ga ik je inhalen. Want jij hebt er niet eens je theorie. En je bent nog bezig. En ik stap al de auto in. Dus ik weet niet voor jou, grap. Maar ik stap voor. Oké, de auto die kan elk moment komen. Ik heb mezelf even een klein beetje gefixt. En ik moet heel eerlijk zeggen, het enige wat ik gedaan heb is mijn wenkbrauwen even bijgetekend met een potloodje van MAC. En ik heb dus die poeders van Jane even erop gedept. En that's it. Ik heb mijn haar even gezet. Het ziet er toch net even wat beter uit. Oké, guys, je ziet het goed. Ik zit serieus in de stoel. De auto die ik vandaag heb is een Opel Corsa. Keihard. Ik ga zo meteen beginnen met rijden. Dit is mijn instructeur. Goedemorgen. Goedemorgen. Het regent verschrikkelijk, begreep ik. Dus ga ik gelijk een slipcursus beginnen of gaan we gewoon rijden? We zien het wel. Of had je er de bocht tegenuit? Oké. Okay. Jongens, ik rij 100 voor het eerst van mijn leven. Raak erop, gas erop, gaan. Gas. Wat leuk dit. Nou, mag je direct die vrachtwagen inhalen? Oh ja? Kijk ook eens, jongens. Gewoon doet hij even. Ja, hij doet het gewoon. Ik sta inmiddels weer voor de deur en. Even top gedaan. Eerste ja? Rijles, helemaal top. Kijk, jongens, ik heb gewoon gereden. Dit was echt fantastisch. Wanneer zie ik je weer? Hele goeie, dan gaan we zo even bespreken. We gaan een afspraakje maken. En de volgende les gaan we kijken. Gaan we het echte werk doen. Om je heen leuk, kijken. Leuk, man. Oh, ik vind het zo gaaf, jongens. Oké, ik wil door. Ik ben weer thuis. Wat ontzettend cool. En weet je waarom? Omdat het inderdaad gewoon heel erg veel vrijheid geeft. Bijvoorbeeld vanaf hier naar mijn ouders in Friesland is serieus gewoon 3,5 uur rijden. Van deur tot deur. Met openbaar vervoer. En dat gaat nu gewoon echt een stuk minder worden. Maar dat niet alleen. Ik vind het gewoon heel fijn om ook bijvoorbeeld klussen te kunnen doen. De bruiden die ik vaak heb, daar moet je toch echt vroeg in de ochtend naartoe rijden. En met openbaar vervoer is het echt niks. Ik ben het gewoon nooit eerder in mijn leven echt tegengekomen dat ik het zou moeten doen. Nu is de kans dus gewoon daar om met VDR verkeersopleidingen mijn examen te halen. En ik ga jullie heel eerlijk zeggen, de instructeur die keek me net zelf aan. Hij zei, volgende week ben ik op vakantie. Ik zei, shit, want ik wil echt 3-4 keer per week oefenen. Maar hij zei, dan ga je veel te hard. Doe maar gewoon rustig, je hebt het echt heel goed gedaan, zei hij. Dus dan kijken we dan over 2 weken weer verder. Want anders ga je gewoon te snel. Wat ik trouwens nog wel even nadrukkelijk wilde benoemen, is dat het rijden in de simulator zoveel effect heeft gehad. Want daar in de simulator heb ik zo vaak geoefend, sleutel om, in de eerste, naar de tweede, naar de derde, terug naar de eerste, of wanneer wel naar de tweede. En remmen stoppen, verkeersdrempels.
dat heeft mij, weet ik zeker, zoveel zelfvertrouwen gegeven. Dat nu voor het eerst in deze auto stappen, was helemaal niet eng. Het was gewoon meer van, hey, het werkt anders, het rijdt anders. Maar ik ben niet gespannen voor wat ik moet doen. Het gaat eigenlijk een soort van vanzelf. En het spiegelen, dus de binnenspiegel, buitenspiegel en dan het dode hoek. En om je heen kijken, wanneer kijk je daar. Dat ging al een soort van vanzelf. Dus ik zou het zeker aanraden. Waarom ik deze rijschool trouwens ook heel prettig vind, ben ik net achtergekomen. Er zit niemand achter mij. En bij heel veel rijscholen haal je de ander op. En dan stap jij vooruit en dan heeft dan de volgende les. En dan breng je die weer thuis. Dat is dus nu niet zo. Je hebt gewoon alleen les. En die rijinstructeur die rijdt na jou naar de volgende toe. Dus de auto was gewoon leeg. Die simulatielessen zou ik zeker aanraden. En ja, dat wilde ik gewoon nog eventjes kwijt. Nou, ik zou jullie eerlijk toegeven. Ik ben wel even toe ook aan deze positiviteit. Want ik heb deze afgelopen 2 weken toch niet, ja, echt hele leuke weken gehad. Hallo, piep. Hallo, vriendin. En dat heeft er eigenlijk een beetje mee te maken dat ik gewoon best wel veel last heb steeds van mezelf. En van mezelf houdt in mijn geval in van mijn lijf. Zoals jullie weten heb ik een erg vervelende huid. Die heeft de afgelopen weken best wel heel erg opgespeeld. Ik had gewoon echt elke ochtend dat ik overal best wel grote ontstekingen / puisten. En dat maakt je gewoon onzeker. Maar nou ben ik gelukkig op mijn leeftijd dat ik er niet op die manier meer onzeker van word. Maar letterlijk, je zit gewoon niet lekker in je vel. En dat vind ik af en toe wel heel moeilijk. Want elke ochtend als je in de spiegel kijkt en je weet ik ben 30. En je ziet gewoon overal rode dikke bulten onder je huid. Dat is gewoon geen prettig gevoel. Laat ik wel even meteen zeggen, ik wijt dat niet aan de skincliniek van Delia. Want ik weet dat mijn huid op het moment dat je ermee bezig gaat, wordt het natuurlijk altijd even wat erger bij sommige mensen. En komt het een aantal weken naar buiten. Maar bij mij stopte het op een gegeven moment niet meer. Maar daarnaast heb ik ook een heel vervelend gebit. Het is bij mij gewoon genetisch. Ik heb een keratin 17 storing. Dat is haar, huid en nagels. En dus ook tanden. Ik had vorig jaar 13 gaatjes. Een wortelkanaalbehandeling en een kroon. Dit jaar heb ik alweer 3 gaatjes gehad. Ik heb vorige, of 2 weken geleden, heb ik een kies volledig doormidden gebeten. De hele kies is gewoon naar buiten geklapt. Die zit er nog in, want hij is helemaal tot in de wortel doorgespleten. Dus ik naar de tandarts, hebben een noodvulling in, maar nu is mijn tandvlees dus weer ontstoken. Nou moet ik dus naar de tandarts. Heel even in het kort, ik ga er niet verder mee lastigvallen, maar ik heb serieus 6 extra tanden hierboven zitten en hieronder, tussen mijn dingen. Dat is eigenlijk de reden dat ik een spleet tussen mijn tanden krijg. Dus ik ben naar de tandarts geweest, röntgenfoto's laten maken. Ik moet waarschijnlijk naar de kaakchirurg, ik moet het eruit laten snijden. Ik moet een verstandskies eruit laten trekken. Doordat die kies nu gebroken is, hoeft die verstandskies er misschien niet uit, maar gaat het naar voren weer met een beugel. Dus daarom ben ik ook bij de orthodontist geweest. Het wordt echt een jarenplan. Ik ben er niet bang voor, maar het is gedoe. Daardoor heb ik waarschijnlijk al die gaatjes, daardoor die wortelkanaalbehandelingen, omdat de spanning in mijn mond is gewoon niet goed. Dus het breekt er gewoon op een gegeven moment uit. Er is altijd veel gezeik met mijn lijf en daar ben ik af en toe wel een beetje klaar mee. Kun je niet veel aan doen. Ik kan lopen, ik kan praten, ik kan eten en wat dat betreft is voor de rest wel gezond. Ik heb waarschijnlijk ook een intolerantie erbij gekregen, want ik heb heel erg last van mijn buik de laatste tijd. Dus ik ben ook bezig met voeding om te kijken, maar ik was al gestopt met melk en dat soort dingen. Dus echt de lactoseproducten, dus melk, kaas, brood, zoveel mogelijk. Maar ik merk nog steeds dat ik heel erg reageer op voeding en misschien heb ik dus ook wel een andere allergie. Dus ik weet niet zo goed wat er aan de hand is. Ik ben wel bezig met nu weer een andere arts, want de reguliere huisarts die heeft mij nooit zo kunnen helpen. Dus ik heb weer een afspraak gemaakt bij een soort holistische arts. En die gaat kijken naar de waardes van mijn organen. Om te kijken of er dus inderdaad weer wat aan de hand is. Maar dat zijn gewoon veel kopzorgen. En dat belemmert mij om de dagelijkse dingen gewoon normaal te kunnen doen. Maar wat ik al zei. Ik eet, ik praat, ik heb lief, ik heb mooie mensen om me heen. Ik kan lopen en wat dat betreft heb ik dus niks te klagen. Maar het is af en toe wel dat je denkt. Maar goed, dus deze positiviteit vind ik echt te gek. En dat die rijinstructeur dan echt zegt van je doet het zo goed. Dus, dat lukt dus in ieder geval wel. Oké, ik ga me even klaarmaken en dan ga ik zo meteen naar Delia. En dan neem ik jullie weer even mee. Op Amsterdam Centraal heb ik trouwens een verslaving. Ik ga jullie meenemen naar mijn verslaving, jongens. Het is hier. Serieus, elke dag haal ik hier bijna shakes. Ik weet eigenlijk niet eens meer of in de mate hoeveel ik het neem. Of het nog wel goed is voor je. Maar het is zo lekker. €2,90. Maar even serieus, €2,90. Sinaasappelsap, banaan, spinazie, nog een paar andere dingen.
voor €2,90. Probeer het ergens anders maar eens in de stad te halen. Het is niet helemaal biologisch, maar het is altijd beter dan cola, wat dan ook. En echt waar, ik ben weer aangekomen in Hoofddorp. En serieus, zo heel ver weg woon ik niet bij Delia vandaan. Als je het met de auto zou doen. Dan doen we niet. We doen het nog steeds met openbaar vervoer. En dat doe ik er serieus bijna een uur over. Maar goed, ik ben er en ik ben zowaar gewoon op tijd. Het is alleen maandag en op maandag werkt Delia niet. Dus ik ben bij Daantje! En Daan ken ik je waarschijnlijk omdat die Lau altijd helpt met haar LPG. Maar ja, die is er nu niet, dus er was mooi nu een plekje vrij voor mij. Nee, we gaan eerst reinigen zo direct. Natuurlijk één reiniging met een exfoliering en eentje met een voeding. Yeah. En daarna gaan we even goed met de lamp kijken wat je huid op dit moment nodig heeft. Dus gaan we even lekker goed onder handen nemen. Top! Wij gaan weer door met een microdermabrasie. En wat ik heel fijn vind, is dat Daan mij voorzichtig vraagt. Maar ik ben wel heftig hoor, dus ik gebruik een grove kristal. Top! Daar hou ik van. Ja jongens, sommige mensen vinden het vervelend om dan te vervellen. Maar ik heb alleen maar zoiets, dan gebeurt er tenminste iets. Dus, ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Daan, doe me pijn, alsjeblieft. Ik ga helemaal tot het bot. We hebben lekker uitgereinigd, wat jij niet zo lekker vond, maar het is mijn favoriete deel. En we hebben even goed alles uitgereinigd. Je voelt ook dat zijn huid echt zo zacht is. Je ziet ook dat pigmentvlekje wat hier is veel erger was. Is al echt een stuk lichter. Een stuk minder. Ja. Dus echt die littekens lekker aangepakt. En nu gaan we dus een biomoleculair maskertje doen van Image. Die is dus anti-agent, oplichtend en zelfvernieuwend. Kijk. En die is dus zo fijn moleculair dat die van boven helemaal naar je onderste huidlaag toe kan trekken. Kijk de glow. Nee, zijn huid is echt helemaal mooi glad. En je kan niet meer fronsen, want je krijgt geen rimpels. Kijk. Als ik dus frons, is dit het effect jongens. En hier moet je onder mijn ogen kijken. Het is gewoon helemaal geen rimpeltjes, niks. Het is helemaal mooi. Microderma precies de shit. Goed, ik heb er inmiddels een pet bij opgedaan. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Ik heb een hele toffe dag gehad en vooral heel veel positiviteit weer gekregen. Ik heb er weer zin in. Mijn huid voelt echt fantastisch. Daan, thanks! Als je het leuk vond, mag je even een duimpje omhoog doen. Als je me echt te gek vindt, vergeet even niet te abonneren. Dankjewel, doei!